Ik voel me even als een wicht tussen jullie, dus ik ga even daar zitten. Okay. Kunnen jullie weer knus... Nee, ze zijn van zo gescheiden. Ja, precies. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Vanavond staan ze nog in het Zaantheater. Maar vanaf volgende week spelen ze hun allerlaatste voorstellingen in niet minder dan Theater Carré. De Jantjes. Met pijn in het hart nemen we dus afscheid van een van de aangenaamste verrassingen van dit seizoen. We zijn onze Jantjes. We zijn de Jantjes met de Bradyklam. En volgen de passies, en spelen de passies. Die zien onze meiden allemaal even graag. En dan zijn we bij de Jantjes themselves. Vorige keer dat we elkaar spraken was het augustus, nu is het vele graden kouder. Zo. Laatste week, wie is het meest emotioneel van jullie hierover? Rick, jij? Ja, zou kunnen, maar nog niet. Dat komt denk ik echt die laatste dag. Ja. Ja, net als bij vorige producties, dan besef je van nu, nadert het einde. Ja. Het is, vind ik, een heel groot feest geweest om dat met deze groep mensen te doen. En het is een enorm succes geweest door het hele land. We hebben zelfs nog een paar voorstellingen extra kunnen spelen door, vanwege het grote succes. Dus deze scoort hoog in mijn... Top 5 of zo van leuke voorstellingen. Ja. Het stuk op zich verkoopt zichzelf wel. Maar dat het zo'n succes zal worden als dit in deze tijd. Dat is natuurlijk fantastisch, weet je. Ja. Ik denk dat niemand dat had durven dromen dat het zo goed ging. Het is altijd een vak van afscheid nemen. Hè? Dus je bent erop voorbereid. Maar het was een hele leuke show. En een heel fijne groep. Dus het zal wel een traantje gelaten worden. Ja. Toch wil ik van geen ander weten. Dat ik zoveel van je haal. Alleen en ongescoren. Appenstoel. Nu in Carré afsluiten, ja, dat geeft het zo'n extra touch. En ja, het is zo ontzettend lekker om in Carré te staan. Toen wij ook hoorden dat we gingen verlengen met als kers op de taart Carré, ja, dat is toch al een droom die uitkomt. Ja. Toen ik net in Amsterdam ging wonen en je fietst langs de Amstel en je ziet dat, dan denk je toch bij jezelf, oh, dat zou toch wel mooi zijn om daar een keer een hoofdrol te spelen. Ja. En het is gewoon al zover, weet je wel. Ja. En natuurlijk een gedeelde titelrol met een thema. Je had het diep alleen gedaan. Er hangt zoveel veel sfeer. En ik zit in de kleedkamer waar Tony Hermans heeft gezeten. Ja. Herman van Veen. Ja, alle grote van Nederland. En ik mag daar dan ook deze keer weer zitten. Je hoort 125 jaar lang dat het sizzelt daar in Carré. Jullie nuchtere jongeren, is dat waar? Tuurlijk. Het is, als op het moment dat je daar binnenkomt en je loopt voor de eerste keer dat toneel op, is het gewoon iets magisch. Ik kan het niet echt uitleggen. Het is zo'n... Die zaal is... Je voelt gewoon dat iedereen dat echt... Het theater is waar iedereen graag een keer wil staan. Wat vooral ook wel bijzonder is eigenlijk, als je helemaal achterin, helemaal bovenin in de nok zit, dan denk je, jezus, wat is het ver weg, waar zijn die spelers nou? Nou, als je op toneel staat, dan denk je, wat is iedereen lekker dichtbij? Dan zit het echt, word je echt als een soort, door het hele publiek word je letterlijk omarmd, omdat ze echt om je heen zitten en boven op je lip zitten als het ware. Het is natuurlijk iets magisch, ik bedoel, van Shirley MacLaine tot Liza Minnelli, en weet ik veel, wie hebben er allemaal gestaan, en Dietrich, dus dat voel je ook allemaal. Ja. Tenminste, ik wel. Ja, en terwijl die vloer waar je op speelt helemaal niet de vloer is, de planken zijn waar zij op stonden. Want het is al lang vernieuwd natuurlijk. Maar toch is het zo. Toch heb je iets van, dat was hier. Dat klinkt niet zoals ik het zeg, maar het is natuurlijk gewoon ook een theater. Dus het is eigenlijk de sfeer daar en wie daar allemaal gestaan heeft en zo. Dat maakt die avond gewoon heel bijzonder. Maar het feit dat we al zo vaak gespeeld hebben, ik denk dat je daar meer aan hebt dan één avond in Carré staan, zeg maar. Ja. En dat je de olifantenstront nog ruikt van het kerstcircus. Dat maakt het Carré. Ik hou niet van dieren en circus. Oh ja, nee. Nou, dan moeten we bestrijden. Je moet niet aan de Jantjes komen, hoor. Er is geen Jan die niet altijd een hassebassie lust. Er is geen Jan die niet altijd een aardig meisje kust. En zie je er wel eens een die aan het glazen Costco zit. Dat zijn de nieuwe. In de loop van een seizoen, een vermoeiend seizoen, jullie hebben toch heel vaak moeten spelen. Komt er wel eens een periode dat het inzakt bij de cast? Is dat bij jullie ook gebeurd? Nee, ik heb het niet meegemaakt. En dat is waarom ik zo respect heb voor alle mensen die aan deze voorstelling meedoen. Van techniek tot de kappers en de...
En de jonge mensen die stage lopen, die allerlei rollen hebben ingevuld als er iemand ziek was. We hebben er met z'n tweetjes voor gezorgd dat het enthousiasme bleef ook. Wij zijn allebei residents van deze show. Ja. En dus we hebben iedereen daar waar nodig weer enigszins aangespoord tot het enthousiasme hoog te houden en de kwaliteit hoog te houden. En ik denk dat we eigenlijk nu wel aan het einde van de rit kunnen zeggen dat het inderdaad, zoals het gebruikelijk ook is bij zo'n show, dat die weer gegroeid is ten opzichte van het begin. Hoe gaat het? Jij staat daar te voeteren in dat café en dan denk je, oh, ik moet eens een aanwijzing geven achteraf. Dat kun je niet noteren. Nee, gewoon onthouden. Nou ja. En dan neem je iemand apart van, hey... Soms gebeuren dingetjes al dan niet expres die net even anders zijn dan de bedoeling was. Nee. Gebeurt dat vaker dan één keer, dan denk je van dit gaat even de verkeerde kant op. Nou ja, dan moet je daar in goed overleg wel uit kunnen komen. En anders, Paul van Eerwerk, de regisseur, is ook regelmatig langsgekomen. Die houdt ook een oogje in het zeil. Dus ja, maar ja, het was een cast die vrij weinig correctie nodig had. Het was een heel gezellige, fanatieke groep. Ja. Dat is echt, denk ik, het geheim gebleken. Met zo'n jonge cast, met oud-gedienden en vedettes. Ja. En dat samenvoegen met een goede, strakke regie. En we vinden het nog steeds heel erg leuk. We hebben vandaag vond voorstelling 141. En het is nog steeds leuk. Oh, mooie Westertoren, hoog in de blauwe lucht. Aan jou wijd ik mijn gedachten, een zang, een lach, een zucht. Volgende week, dan gaan jullie uit elkaar. De drie Jantjes. Ja, maar niet buiten het stuk natuurlijk. Maar wel ja, dat stuk houdt op. Maar. Ja. Ja. Ik heb gelezen, 17 april komt er nog een soort nabrander. Dan gaan jullie Volendamse hits zingen. Ja. Maar Stefan, waar ben jij dan? Ja, daar mag ik nog niet zoveel over zeggen. Maar dat komen leuke dingen aan. Dus, Met andere woorden, je bent eigenlijk 17 april al geëngageerd bij iets anders. Nou, wie weet, ja. Je weet het niet. En wanneer krijgen we dat nieuws te horen? Dat denk ik dat het vrij snel komt. Ja. jullie krijgen geen primeur. Nee, toch geen primeur. Ja, het staat al op jullie voorhoofd geschreven. Maar goed, maar jullie met z'n tweeën, Rick en Job, jullie gaan door. Want jullie gaan van Amsterdam dus eigenlijk weer terug naar Volendam. Ja, we gaan een korte concertreeks doen van 13 avonden, ook weer door heel het land. Ja. Met nummers uit het Volendam, de musical van 2 seizoenen geleden. Ja. En uit die voorstelling nemen we eigenlijk alle hits, aangevuld met nog meer nummers die daarbij passen, allemaal uit Volendam. Ja. Met een deels dezelfde mensen natuurlijk, Job en ik. En Kik en Barry, omdat Stefan er niet bij is dan. En dat gaan we tussen 16 april en 1 juni gaan we dat doen. Wees tevreden met een heel klein beetje. Het geluk ligt niet zo ver. Met een ideaal en een body van staal ben je rijker dan een miljonair. Job, ga jij Stefan missen? Zo ja, hoe? Ik ga... Durf is nee te zeggen. Durf is... Nee, ik ga wel missen. Nee, ja. Nee, dus Stefan... Heeft hij een nieuw engagement waardoor hij capsones heeft gekregen? Laat ik het zo eens vragen. Dat is wel een beetje, ja. Nou, je merkt ook wel, hij wil de laatste tijd eigenlijk liever ook niet meer bij ons zijn. Hij is er ook niet meer eigenlijk echt. Zij was de Jantjes, dat zijn onze Jantjes. Dat zijn de Jantjes met de tradiedraad. En vrolijke versies. We hebben met z'n drieën echt wel zo'n ontzettende klik met elkaar op het toneel. We weten echt precies als Stefan ergens achter op het toneel loopt, ik weet precies waar die is en hoeft het echt maar dit te doen met zijn vingers en ik weet precies wat hij bedoelt. Ja, het is, en dat maakt het heel fijn om met elkaar te spelen. Voelt heel vertrouwd en... Het is vooral, ik ga dat ook heel erg missen hoor. Natuurlijk gaan we dat missen. Dat is heel bijzonder dat je iemand... Dat je 3 jaar geleden met twee gasten binnen ziet komen en dat je denkt, nou dat zijn mijn collega's en dan naar het einde van het derde jaar sta je samen in Carré. Dat is natuurlijk heel bijzonder en dat ga ik wel missen in de toekomst. Die ziet onze meiden allemaal even graag.
Ik heb ook van jullie genoten. Veel plezier nog deze laatste week. Yes, en voordat Stefan me nooit meer wil spreken, omdat hij gearriveerd is volgende week, spreken, Frans. Zeg ik tegen jullie, maar ik ben niet de enige. Nou, tabé dan. Ik groet je. Mijn mooie mooi musical world. Musical world, ja. Oh, nog een keer. Nee. Nou, tabé dan. Ik groet je. Mijn mooi musical world. Nou, tabé dan. Ik groet je. Mijn mooi Amsterdam.